Was het vriendjespolitiek of lobbywerk? Of even Hilde bellen om een zaakje te regelen? De oppositiepartijen hanteren het zware geschut. De verdediging van minister Broens dat alles volgens de regeltjes is gelopen, geloven ze niet. Ze eisen volledige transparantie en een audit. Ik praat daarover in de studio met Ilse Malfroot, lid van de oppositiepartij Vlaams Belang. Ja, welkom Ilse Malfroot. Het leek wel de verenigde oppositie die Jo Broens in dit geval als minister van Werk het vuur aan de schenen legde. Want ja, allerlei subsidies die er in verband met de nasleep van corona aan bedrijven, maar ook aan universiteiten en andere instellingen is toegekend, daar is volgens jullie iets heel grondig fout gelopen. Ja, het is inderdaad zo dat er 120 miljoen euro aan coronasubsidies te verdelen viel onder die universiteiten en onder die onderzoekscentra. Maar het rare is natuurlijk dat er wordt beweerd dat daar heel wat lobbywerk aan te pas gekomen is en dat er zelfs politieke inmenging is geweest door de minister zelf. Dat wordt beweerd, maar zijn daar bewijzen van, is dan de logische vraag. Ja, blijkbaar wel, want er zijn toch wel heel wat mails van. Want meneer Broens verwees er daarnet ook naar. Hij zei van de krant heeft die informatie gekregen via openbaarheid van bestuur, dus via de normale weg. Dus die bewijzen die zijn er effectief, want ze werden zelfs aangeleverd door het kabinet. Ja. Dus daar die politieke inmenging nog willen wegwerpen of wegvuiven, dat is helaas niet mogelijk, denk ik. Het ging in dit geval, denk ik, om IMEC, een zeer gereputeerde instelling die onder meer hoogtechnologische producten op de markt gooit. Iedereen prijst die instelling, die krijgt geld aan zich. Is daar denk ik niks op tegen? Aan zich is daar niks op tegen. Maar wat natuurlijk wel een beetje te betwisten valt, dat is de manier waarop. Waar struikelt u dan precies over? Wel, dat het vooral is van we passeren eerst via het kabinet en dan pas dienen we een dossier in. Dus het is hier de omgekeerde weg die gevolgd wordt. Het is niet dat we gaan zeggen we dienen een dossier in. Dat wordt dan getoetst aan objectieve criteria bijvoorbeeld. Of er wordt een lijstje afgevinkt van voldoet dat wel. Dat is hier in dit totaal niet gebeurd. We hebben gezegd we gaan eerst naar het kabinet en dan pas dat dossier gaan indienen. Dus eigenlijk was er al op voorhand geweten van mijn dossier zal worden goedgekeurd. Want er zijn trouwens ook mails. Het is in orde. Het wordt toegevoegd aan het kabinet. Het kabinet gaat van fiat. Ja. Inderdaad. Een cynische opmerking zou natuurlijk kunnen zijn, ja, dat kennen we toch allemaal. Je passeert eerst via kabinetten en dan krijg je wel wat gedaan binnen de administratie die ons anders niet ziet staan of waar het veel te moeilijk is of veel te ingewikkeld enzovoort. Ja, misschien is dat voor CD&V wel de normale weg. Maar ik vind dat elk bedrijf evenveel kansen moet krijgen of aanspraak moet kunnen maken op die subsidies. Dus dat er op een objectieve manier moet kunnen gewerkt worden, moet kunnen gehandeld worden. Bijvoorbeeld ook via een open oproep, zodanig dat iedereen op zijn minst die kans krijgt en niet wie kan zeggen, beste Hilde, of wie dicht staat bij dat kabinet. Ja, of zoals gezegd is, even Hilde bellen en het komt allemaal in orde. Nu, we kunnen er eens om lachen, maar de verdediging van Jo Broens, die uiteraard Hilde Krevits vervangt, die de vorige minister van Werk was, door Hilde Stoelendans binnen de Vlaamse regering. Maar die zegt natuurlijk, alles is volgens de normale paden verlopen. Zelfs het Europese herstelfonds, strenge tante die toekijkt en die het geld geeft, vond daar geen graten in. Het was allemaal oké. Ja, dat is normaal natuurlijk dat hij dat zegt. Hij gaat zijn minister of zijn voorgangster niet afvallen, om het zo te zeggen. Dus hij moet zich natuurlijk gaan verdedigen. Ja, maar als het Europese herstelfonds dat het geld moet geven, het goedkeurt, dan lijkt er toch niks fout aan de hand te zijn? Maar misschien niet, maar hebben die andere partners dan kansen gekregen om geld te krijgen dan voor dat fonds? Dat is niet gebeurd. Dus ik heb er toch wel mijn twijfels bij. Ja, want zelfs een Peter van Rompuy, de fractieleider van CD&V, sprong ook bij en zegt, ja, maar ik heb zelfs nadien nog een doorlichting of een doorrekening gevraagd van het Rekenhof. Vooraf is dat door de inspectie Financiën gebeurd. En die hebben beide geen enkele kritische opmerking gemaakt. Ja. Staat u dan niet met lege handen? Chevenstreken zijn dat dan. Maar u bent, als ik het goed heb, u hebt zelf gewerkt als inspecteur bij de Vlaamse overheid. Dus u zou dan moeten weten hoe dat werkt bij die administraties.
Ja, maar ik was inspecteur. Hebt u dan geen vertrouwen in die collega's van vroeger? Jawel hoor, maar ik zat natuurlijk niet op die stoel om effectief contact te hebben met de kabinet. Hè, want dat is natuurlijk een andere stoel die je daarvoor moet gaan bekleden. Hè. Ik ging natuurlijk naar de kinderdagverblijf en ik deed mijn werk als inspecteur. Ja. Ik ging na of dat de overheidsmiddelen in dit geval goed werden besteed binnen de kinderdagverblijf. Ja, maar daarom dat ik ook terugkom, als nu blijkt dat zowel het Rekenhof als de inspectie Financiën dat hebben goedgekeurd, dan is er toch niks verdachts. Ik zou er mijn hand toch niet voor in het vuur steken, want uit die mails blijkt dat er vooraf die politieke inmenging is geweest en dat mevrouw Krevits toch de toegangspoort was tot die subsidie. Dus ik zou hier niet direct willen in de schoenen staan van Jo Broens om mij daar in dat dossier te verdedigen, want zijn verweer was toch ook, wel zwak. Nu zei ook als verdediging, ja, maar dat is niet allemaal mevrouw Krevits die dat beslist. Dat was uiteindelijk de beslissing van de voltallige Vlaamse regering. Die hadden dan maar beter moeten toekijken of zo? Of als er iets fout was, zouden ze dat ook wel ontdekt hebben? Ja, maar hij schuift natuurlijk de verantwoordelijkheid af op die voltallige Vlaamse regering. Want nu is het plots een probleem van de regering en geen probleem meer van mevrouw Krevits of van meneer Broens in dit geval. Maar de Vlaamse regering werkt ook zoals een stad op advies van een administratie. En in dit geval is dus dat advies al gegeven. Die eerste stap is al gezet. En de Vlaamse regering, ja, die krijgt gewoon die... Ja, die kijkt daarom niet noodzakelijk die lijst na. Die keurt toe wat de minister... Ja. Adviseert. En zegt niks of kan niets zien over de weg die er gevolgd is om tot dat advies te komen, want daar gaat het dan uiteindelijk over. Hè? Ja, zij zullen dat misschien kunnen volgen hebben, maar als Vlaamse regering ga je natuurlijk ook vertrouwen geven aan een bepaalde minister. Dus ik ga uit dat zij als Vlaamse regering hier gehandeld hebben vanuit vertrouwen in minister. In de collegiale beslissingen dan enzovoort. Ja. Nu, het gekke is natuurlijk dat, ocharme zou ik bijna zeggen, Jo Broens dat nu moet komen verdedigen, die toen die procedure liep, totaal niet aan de pas kwam. Nee. Zou u dan niet beter Hilde Krevits vorderen dat zij zelf tekst en uitleg kan geven over wat er op haar kabinet toen gebeurd is? Ja, ik had het wel liever aan Hilde Krevits gevraagd, ja. Maar waarom komt ze dan niet? Of kan u dat nog vorderen eventueel? Zij zal natuurlijk zeggen, hè, meneer Broens is nu opvolger en hij is nu bevoegd over innovatie. En het paraplu. Gaat natuurlijk over paraplu-politiek, u zegt het zelf, ja. Ja. Achterkamerpolitiek, dat is wat ze hier doen. Ja, of je wegsteken achter, want ik zag het, of u hebt het zelf ook wel gemerkt, Jo Broens, he was not amused dat hij eigenlijk iets moest verdedigen waar hij niks mee te maken heeft. Nee. Maar hij moet natuurlijk zijn kabinet verdedigen, hè, want het is nog altijd diezelfde kabinet. Mensen die op dat kabinet aanwezig zijn of werken. Ja. Dus durf je dan van de veronderstelling uitgaat dat dat nu nog gebeurt? Ah ja. Wie weet dat er via het kabinet dan ook een aantal dossiers worden besproken die kan beter altijd door... zijn, want de mensen zijn er nog altijd. Ja. Nu, ik zei de verenigde oppositie. Nu, wat hoorde ik allemaal zeggen? Groen zegt, ja, wij willen alle dossiers op tafel, alle mailverkeer, alles moet worden blootgelegd. Vooruit zegt Audit Vlaanderen, PvdA zegt dat ook. Wat zegt u? Volgt u hen daarin? Ik volg hen daarin zeker, want ik vind dat er in dit dossier zeker moet openheid zijn. Maar niet alleen openheid naar hoe hebben we die, of wie heeft die subsidies hier aangevraagd, maar ik vind ook dat we achteraf moeten open zijn. Want blijkt dat er voor 1,7 miljard in totaal van dat Europees geld verdeeld is over de verschillende beleidsdomeinen heen. En als wij dan als Vlaams Belang een lijst opvragen bij minister Diependaal van wie heeft nu eigenlijk wat gekregen, dan kunnen ze daar niet op antwoorden, omdat de verschillende systemen dat niet toelaten. Ah, ja. En dan zou ik mij naar uittrekken, want het is niet alleen vooraf van wie vraagt aan, maar ook achteraf hoe werd dat geld besteed. En daar is totaal geen transparantie over. En dat vind ik ook iets om aan te werken, een groot werkpunt dat wij ook als parlement, maar zeker als burger, toch gezicht hebben op wat er met die middelen is gebeurd. Oké, Ilse Malfroot. We onthouden vooral dat als er geen transparantie komt, maar ik hoop dat niet zal gebeuren, dat u dan uw haar gaat uittrekken. Maar in alle geval bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.